Welkom bij aflevering 37 van Niche. We zitten in de finale! Amai. Best wel zielig voor Jurie Loen dat hij in zijn eigen stad verliest. Zou hij nog wel bij zijn vrienden op het terras van de derde kamer durven te komen? He? Wij willen Zeefuik zien. Dat zong het Limburgs koor op het 080 vak. Hij kwam niet in actie, jammer. Hij woont tegenwoordig in Pieterburen bij Leni Uttehard. En hij eet alleen nog maar vis. Hij moet aansterken. Dan kan een Greenpeace hem laten terugbrengen in de zee. Geintje, dat is niet waar hoor. Maar G, zoon van Winnetou, omdat hij scoorde. Verder een zakelijke wedstrijd met weinig tamtam. Dat werd donderdag wel anders in de Indianendorp in Breda. We kunnen afloop door een vreugdedans maken. Nijmegen, Nijmegen, Nijmegen. Oeh, ah, Nijmegen, Nijmegen. Hey, hey. Loop ik door de Heestelstraat langs Silverado, staat er een Indiaan buiten. NAC wordt getraind door een Indiaan. Vitesse is mijn club, zegt die gek. Deze Indiaan kluk, die spoort niet van. Hij zit nou bij NAC en ze zien aan Winnetou. Maar niet tegen ons, want ik ben Winnetou. Dat wordt de Indianen verhaal. Onze boog staat gespannen. We hebben al rooksignalen naar de wegwam van Stijn Vreven gestuurd. De hulli komen in rust het totempaal danseres optreden. Patty Braderie, maar die paal houdt het niet. Jan Smit komt paling roken. En Rad verlegt het stadion, dat ligt verkeerd. Dennis Hiechler, het Hoogland. Ik weet niet of dat een goeie is. We gaan op oorlogspad met onze stamhoofden. Kleine potje en grote rom. Als we zondag toespeulen, zullen we Stijn met zijn NAC offeren. En aan de goden in Breda teruggeven. Het Radverlegstadion kan dan weer teruggelegd worden. Het offerfeest begint om 16:45. Neem allemaal je eigen veren mee. Ja, donderdag kreeg het moeilijk, maar ik denk toch dat we daar met 1-2 winnen. En zondag, ja, dan wordt een makkie. 3-0, 4-0, 5-0, maar we komen er.